Uw wifi-verbinding verbeteren? U doet het gewoon in 6 eenvoudige stappen. En onze monteur Jon, die helpt u gewoon een handje. Toch Jon? Want overal in huis een snelle wifi-verbinding, dat is natuurlijk wel zo fijn. Het kan zo zijn dat u in de ene ruimte wel goed bereik heeft, maar in de andere niet. Zoals onze Jon al laat zien, kun je met behulp van software heel gemakkelijk meten hoe sterk of zwak het signaal in iedere ruimte is. Aan de hand daarvan kunt u vervolgens bepalen wat de ideale ruimte is om uw router te plaatsen. Vanuit uw router vertrekt uw wifi-signaal met een golfbeweging de woning in. Zoals u ziet wordt dit signaal steeds zwakker wanneer u zich verder van de router bevindt. Kies daarom voor een centrale locatie. Alle hoeken in de ruimte vangen dan een even sterk signaal op. Zorg ook dat niets het signaal kan belemmeren. Een simpele tip: ziet u de router, dan ziet de router u ook. Zet hem dus net als Jon centraal in uw woning. Bijvoorbeeld in de woonkamer. Wist u dat de ideale hoogte van een router 1,50 meter is? Een router zendt zijn signalen namelijk ook gedeeltelijk naar beneden. Plaats uw router daarom niet op de grond of in een kast, maar gewoon op een verhoging. Met de lampjes richting het apparaat dat u wenst te gebruiken. Zo wordt het bereik ook automatisch groter en breder. In ieder huis zijn apparaten te vinden die draadloze signalen verzenden. U kunt zich voorstellen dat deze signalen kunnen kruisen met het signaal van uw router. Dit kan onnodige digitale ruis veroorzaken. Een babyfoon of een vaste telefoon kan al behoorlijk storen. Zet de router daarom niet te dicht bij dit soort apparatuur. Of beter, probeer zoals Jon deze storingsbronnen te verplaatsen. De meeste routers hebben 2 antennes. Het beste is om 1 antenne horizontaal te plaatsen en de andere juist verticaal. Dit geeft namelijk het grootste bereik. Heeft uw router geen externe antennes, probeer dan door het draaien van uw router het bereik te vergroten. Dit is misschien even puzzelen, maar ook zo gedaan. Het kan zo zijn dat 1 router niet genoeg bereik heeft. Bijvoorbeeld wanneer u in die ene studeerkamer boven of op die slaapkamer op zolder gebruik wilt maken van wifi. Dan is een access point of wifi repeater wellicht iets voor u. Dit zijn gewoon extra toegangspunten waarmee u het wifi signaal verlengt. En superhandig, kwestie van inpluggen. Toch Jon? Probeer het nu zelf maar eens. Komt u niet uit of helpt het niet? Gewoon even bellen. Of kijk op onze website voor meer informatie. En anders komt onze Jon of een van zijn collega's u gewoon een handje helpen.